Maar eerst gaan wij luisteren naar antropoloog, psycholoog, academica, maar boven alles ook voor mij storyteller. Iemand die alles vanuit liefde doet. Ze vormt de lectoraat sociale rechtvaardigheid en diversiteit in de kunsten aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Mag ik alsjeblieft jullie applaus en aandacht voor Aminata Cairo. Goedenavond. Dus ik hoor net dat jullie moeten wachten op het hoofdgerecht. Dus ik hoop niet dat jullie me boos aan gaan kijken. Wat schiet op wat ik moet eten? Oké. Okay. Yes. Oké. Okay. Vandaag is een speciale aangelegenheid. 60 jaar. Dus hoe serieus dit ook is, het is ook een feestje. En waar ik vandaan kom, ik weet niet of jullie weten, maar Surinamers, we houden van feest. Dat doen we heel goed. En ten eerste, in mijn familie, als we bij elkaar komen en het is belangrijk, beginnen we altijd met een lied. Dus ik weet niet hoe vol jullie buiken zijn, maar ik heb jullie stem even nodig. En dus ik zing wie kong en jullie antwoorden met ja. Heel simpel, ja? Even oefenen. Wie kong, wie kong? Ja. Wie kong, wie kong? Ja. En dan zingen we allemaal wie kong, ja. Oké? Okay? Yes? Oké, okay, let's do it. Wie kong, ja. Familie, wie kong, ja. Allemaal. Wie kong, ja. Wie kong, ja. Ja, allemaal. Wie kong, ja. Applaus voor jezelf. Yes. Dus wie kong betekent wij komen samen. En ja betekent hier, nu, op dit moment. Dus om even te zeggen, we zijn er, dat betekent iets. Oké, okay, dan hebben we nog iets anders. In Nederland zeggen we hiep hiep. Ja, dat vinden we een beetje saai. Het heeft geen gevoel, het heeft geen jus, weet je. Dus in Suriname zeggen we hiep, hiep, hiep. Hoeré, weet je. En die hoeré, je moet hem... het is niet hoera, oké? Okay? Dus nou, hiep, hiep, hiep. Hoeré. Oké, okay, nog één keer en de armen gaan mee in de lucht, oké? Okay? Ja, ja, ja. Dan gaan we hiep, hiep, hiep. Hoeré. Juist, nu is het een feestje. Juist. Dus ik ga met jullie praten over kunst en cultuur van de toekomst. Jullie hebben net al wat hele mooie dingen gehoord. En ik wil jullie drie vragen meegeven. Wie zijn we? Als we het hebben over de toekomst, wie zijn we? Dus van waaruit vertrekken we? Wat hebben we nodig? En wat willen we? Niet noodzakelijk in die volgorde, maar houd die drie dingen in gedachten. En ik wil daarvoor drie voorbeelden gebruiken. Drie voorbeelden om jullie mee te nemen in die gedachte. Wie zijn we, wat hebben we nodig en wat willen we? Als we kijken vooruit, als we denken aan die toekomst. En ik begin eerst altijd met een verhaal. En dit is een verhaal van mijn zoon. Mijn zoon heeft dit getekend. Een beetje opscheppen. Ja, mijn zoon heeft getekend. Ja. Hij werkt voor Disney, you know. Ja, yeah, ja. Yeah. En dus, maar het is heel erg belangrijk, maar ik begin altijd met het verhaal van mijn zoon, want het is heel erg belangrijk voor hem dat er meerdere beelden zijn als het gaat om meisjes. Weet je, hij heeft zich daarin verdiept, hij heeft een kunstopleiding gedaan, animation en comic book art in de Verenigde Staten. En als het gaat, hij zegt, er zijn niet genoeg beelden voor meisjes. Dus dit is een van zijn creaties, omdat hij dat heel erg belangrijk vindt. En dus vaak begin ik altijd met dit verhaal om aan te geven, er is een rijkheid aan verhalen. En uit die rijkheid aan verhalen is een verhaal dat gerezen is, dat dominant is. En helaas, dat betekent dat er een heleboel andere verhalen die over het hoofd gezien zijn, verzwegen. Oh, als er nog wat tijd over is, extracurriculair, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Weet je? Dus ik begin met hem, omdat dat mijn ervaring was met hem. En wanneer ik met hem praat, leer ik altijd iets. En ik denk ook als we het hebben over de toekomst, laten we beginnen bij die jonge mensen. Wie zijn we? Wat speelt er?
En dus hij herinnert me er altijd aan. Er is meer nodig. Er zijn verhalen die we niet zien. En als we het hebben over die kunstwereld, een van die dingen die duidelijk is, we zijn nu op een punt, oké, er is een bepaalde norm waarmee we dingen analyseren. Er is een bepaalde norm waardoor we kijken. Er is een bepaalde norm waarvan we zeggen, dit is wat mooi is. Dit is wat esthetisch is, enzovoort, enzovoort. Maar wie zien we over het hoofd? Welke verhalen nemen we niet mee? Dus nogmaals, ik wil jullie 3 voorbeelden geven. Dus de eerste is van een kunstinstallatie onlangs in Duitsland, Documenta, jaarlijks. En dit keer wilden ze het anders doen. Dit keer hebben ze gezegd, weet je wat, je hebt gelijk. We doen het altijd vanuit dit perspectief. Nu gaan we het een keer anders doen. Dus ze hebben een Indonesische groep erbij gehaald, de Ruang Grupa. En die Indonesische groep kunstenaars in plaats, normaal heb je 1 curator of 1 kunstenaar, maar dit was een groep. En dus alles hebben ze heel anders aangepakt. Leuk, we gaan het anders doen. Toen ging het een beetje mis. Toen ging het een beetje heel erg mis. Want als je andere verhalen binnenhaalt, met andere normen, maar je kijkt er nog steeds uit vanuit dit perspectief, ja, maar hoezo? En dus ze hadden, hoe zeg je, cartoons gemaakt. En een aantal van die cartoons worden gezien als antisemitisch. Ho! Pijnlijk. Zeer pijnlijk. Opstand en we leven nu in een tijd. Wat? Je denkt niet zoals ik. Wat? Pas niet. Cancel. Cancelen die hap. Afsluiten die hap. Kan niet. En laat je uitleggen waarom het fout zit. Dus vanuit een bepaald perspectief werd daarop neergekeken. Werd dat geanalyseerd. Dit is waarom het fout is. Dit is waarom het niet kan. Heel veel opstand over geweest. Helemaal tot aan de ministers er zelf bij betrokken geweest. Wie zijn we? Wat willen we? Als we zeggen dat we die andere verhalen gaan binnenhalen. Mensen met een andere benadering. Wat hebben we dan nodig? Gaan we meteen oordelen? Want het past niet, het is niet zoals ik weet hoe dit gedaan wordt. Of zijn we bereid om te luisteren? Je hebt helemaal gelijk, helemaal ziet er heel anders uit. Moet ik ook met een ander oor gaan luisteren? Wat hebben we nodig? Wat zijn we bereid om te doen als we zeggen dat we ook iets anders willen? Of zeggen van, ja, we willen wel iets nieuws, maar het moet wel gaan zoals ik het weet. Wel gaan zoals ik het ken. Het moet wel gezellig blijven. Ah, gezellig. Het moet wel gezellig blijven. Ja, toch? Jullie hebben net al veel over AI gehoord. Dus ik had ook toevallig een AI-voorbeeld. Malik Alekboa is een AI-kunstenaar uit Nigeria. Hij heeft een fashion show voor ouderen gemaakt. Maar dit zijn geen echte mensen. Dus allemaal computer gegenereerd. Want hij zegt, ik zie mijn ouders niet. Ik zie mijn opa's en oma's niet. En ik wil een ander verhaal laten zien. En als we het over onze ouderen hebben, hebben we over hoe zielig ze zijn en hoe zwak ze zijn. Ik wil ze anders neerzetten. Maar hij heeft het wel met AI gedaan. En we weten al, als we denken aan de toekomst van AI, oh mijn god, gaan ze het overnemen en waar is de ruimte voor de kunstenaars? Maar dit kan dus ook. En wat hij zegt, hoe geweldig AI ook is, zonder mij gebeurt het niet. Je hebt die kunstenaar toch nodig. Die machine gaat niet vanuit zichzelf. Dus hij is er niet bang voor. Wie zijn we? Wat willen we? Wat is er voor nodig? Gaan we experimenteren? Maken we ruimte daarvoor? Of zeggen we, het is veel te eng, dus we doen het niet. Wat willen we? En bij de derde ben ik weer terug met mijn zoon. Vanochtend vroeg, hij woont in de VS, 9 uur tijdverschil. Dus wanneer ik midden in de nacht wakker word, kan ik hem altijd even bellen. En wanneer ik met mijn zoon praat, leer ik altijd iets. Leer ik altijd iets. En hij heeft me bijvoorbeeld geleerd, want hij werkt nu voor Disney. Hij werkt in die animation business. En hij vertelde dat tijdens COVID, toen die hele entertainment stil lag, waar die animators waren de enige die door bleven werken. Want alles wordt naar je huis toegestuurd en thuis kan je lekker doortekenen. Dus ze hebben geen rust gehad. Hij zegt, dus terwijl alles stil lag, hebben wij de boel draaiende gehouden. Wij hebben mensen entertained. Wij hebben ze films gemaakt die heel goed zijn ontvangen. Wij zijn ook de eerste die ontslagen worden. Wij worden ook het minst gerespecteerd. En dus, ook al is hij heel blij met het werk dat hij doet, af en toe is het wel, zijn weer zoveel ontslagen. We worden het minst gewaardeerd. Maar we leveren wel een hele grote bijdrage. Dus ik sprak hem heel vroeg in de ochtend en hij zegt, ma,
Heb je Spider-Man? In mijn huis, ik heb 3 zonen, dus Marvel, comic books, ach, ik ken ze allemaal. Dus heb je Spider-Man al gezien? Nee, ik heb het nog niet gezien. Hij zegt, je moet het zien, want het is de beste film die ik ooit heb gezien. Als mijn zoon dat zegt, wauw. Hij zegt, het is de beste film die ik ooit heb gezien. Hij zegt, weet je waarom? Ten eerste, uit alle films die er zijn van Spider-Man, de beste film heeft een zwarte persoon in de hoofdrol. Iemand die op mij lijkt. En toen dit is de tweede versie, maar die eerste versie al. Het was een doorbraak in de animatiewereld, omdat het verschillende technieken gebruikte. En hij zegt, vaak in animatie worden we heel erg beperkt. Nee, je mag geen andere verhalen laten zien. Het moet goed zijn voor families. Dus als je iets doet wat buiten de box is, wordt heel snel, nope, dat gaat niet verkopen. Dus we houden het simpel. Hij zegt, maar deze film ging juist buiten die box. Hij zegt, dus in deze film heb je 1 persoon die tegen het systeem vecht. Maar die film op zich vecht ook tegen het systeem. Want die film laat zien dat er andere verhalen verteld kunnen worden. Dat het op andere manieren gedaan kan worden. Dus daarom is het voor mij de beste film. Dus bij deze aanraden. Ga die film zien. Wie zijn we? Wat willen we en wat is daarvoor nodig? Natuurlijk, in de familie zijn we ontzettend trots. En hij werkt voor Disney, bla bla bla. Maar ik hoor wel de verhalen van die en die is weer ontslagen. Of wat erbij komt kijken of hoe zeg je, how depressed he can get. We doen zoveel werk en we worden niet gewaardeerd. Het gaat om het geld en niet van hoe creatief je kunt zijn. Of hoe we juist door animatie allerlei mooie dingen kunnen maken, maar we krijgen de kans niet. Wat is er voor nodig? Er is zoveel talent. Er zijn zoveel verschillende verhalen die we niet horen. Wat hebben we nodig als we denken aan de toekomst? Wat durven we? Hoe durven we om ruimte te creëren voor al die verhalen? Wordt het AI? Is het animatie? Is het een tentoonstelling? Maakt niet uit. En hoe kunnen we samen daarover beginnen na te denken? En dus, en ik wil u niet depressief maken, iedereen kijkt nu heel serieus. Het hoofdgerecht komt eraan. Dus wat ik jullie mee wil geven, het laatste wat ik tegen me zei, door deze film heb ik hoop. Dat er toch ergens een manier is waar ik echt mezelf kan uiten. Dat er toch een weg vrijgemaakt kan worden. En hoe moeilijk het ook is, er werd al gezegd. Het is maatschappelijk, economisch, ecologisch, technologisch. Er spelen allerlei dingen. Politiek die erbij komt kijken, er spelen allerlei dingen. Maar het belangrijkste, we moeten wel hoop blijven hebben. Wat kunnen we doen? Wat zijn we bereid om te doen? En soms maken we een kleine opening. En dat geeft alweer hoop aan iemand anders. Oh, dan kan ik het ook. Weet je? Malik Alegwa kwam uit business, maar hij hield zoveel van kunst. Op een gegeven moment laat die business gaan. En nu maakt hij tekeningen. Hij zegt, ik ben geïnspireerd door mijn moeder. Want ik wil mijn moeder anders neer laten zitten in haar kracht. Wat voor ruimte creëren we? Dus laten we denken, laten we delen, laten we elkaar blijven inspireren. En daarmee sluit ik het af en het hoofdgerecht komt eraan. Nou, maar hiep, piep, piep. Hooray! Dankjewel. Dank je wel. Aminata Cairo, yes, dank. Ja, het grote.